Goedemorgen dames en heren, welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Robin en ik ga jullie meenemen op avontuur. We gaan vandaag naar Oostende. Ja, we gaan naar Oostende toe vandaag. Lekker even een paar dagen een hotelletje pakken. Pardon. En dan even lekker genieten van de Belgische kust. Ik woon hier wel in Den Haag, maar ja, eens een keer kijken hoe het bij de buren is gesteld. Dus ik neem jullie mee daar naartoe en dan zie ik jullie straks daar wel. We zijn... Nou, we zijn dus eindelijk in het hotel aangekomen. Ik zou zeggen, ik ga een rondleiding doen door de hotelkamer, maar ik moet alweer snel klaar zijn. Het is een klein hokje. Het is ook heel erg gehorig hier. Dus, ik ga geen rondleiding doen. We gaan daar naar het strand en dan zien we jullie daar wel. Zo, nou, we zijn op het strand aangekomen. Helaas was de arcade hall dicht. Jammer. En jullie zien het, we zijn op het strand in Oostende. Dus, daar is Vanessa ook weer. Dus, ja, we gaan gewoon even lekker een strandwandeling maken. Dus je zit op 100 meter afstand van het strand zitten met het hotel. Dus, goed. Dus, gaan we lekker een wandelingetje doen. We lopen hier op het strand en we komen tegen. Ja, zo'n raar zeedier heb ik dus nog nooit gezien. Nee, het is zo laag water. Kijk, daar is het water helemaal. En dit zijn de boeien die normaal dus in zee liggen. En het water is, zoals je kunt zien, tot daar ergens. Normaal komt dat tot daar dus. Nou, we gaan nu dus naar de waterkant toe. Zand op mijn schoenen. En dan gaan we eens kijken of er nog leuke beestjes tegenkomen. We gaan het zien. Ja, we zijn nu dus bij de waterkant. Waterlijn. Waterlijn. Hallo. Er zwemmen hele rare wezens hier in het water. Kijk. Maar ik denk misschien zien we nog wat. Rare beestjes of zo. Maar je ziet het. Helemaal niks, het is schoon. Helemaal schoon. Dus, maar goed. Nu gaan we dus naar die pier toe. We gaan eens kijken of we daarop kunnen klimmen. Of gewoon op kunnen lopen vanaf die kant, denk ik. Dat lijkt me anders. En dan gaan we daar eens kijken. Nou, we zijn dus bij die pier aangekomen. Moet je zeggen. Ja, dat moet je zelf doen. Ik ben aan het filmen, hè? Ja. Wat zeg je, moet ik jou filmen? Ja, je staat er mooi op. Oh. Maar, je ziet het. Het is, je ziet het. Ik hoop dat je het ziet. Ik sta nu helemaal onderaan. En je ziet hoe hoog het is. Helaas hebben we alleen wel de zonsondergang gemist. Je ziet nog een heel klein stukje rode lucht. Dus, ik ben aan het filmen, hè? Maakt mij niet uit, maar het lucht in ieder geval op, hoor ik net. Ik weet niet wat, maar... Dus, morgenavond gaan we hier weer heen en laten we jullie de zonsondergang zien. Lijkt me een goed plan. Nou, we lopen dus op de pier, wat waarschijnlijk een pier is, maar... laten zien een beetje. Ik denk het haast niet, maar... Ja. Oh, hallo. Nou, van dit soort blokken dus. Hier staan het al van die bankjes een keer op zitten. En ook daar zitten allemaal lampjes onder. Dus... Ik weet het eigenlijk niet. Zou ik dus op moeten zoeken? Ik denk het niet. Er een spinnenweb. Ik moet weer kijken. Zou daar Henk hier zitten? Nee, of denk ik niet. Een spin Harold, toch? Ja, Harold. Oh. Dat denk ik niet. Oké. Nou, we zijn dus op de Westelijke Strekdam.
ja, we zijn ook op het einde. Want verder als dit gaat hij dus niet. Maar wat ons nou opvalt, ga ik jullie nu laten zien. Moment. Wat is dit? A, een wat? Hol. Ja. B, een dikke vrouw. Of C, een schelp. Ik denk een drol, maar dat zal wel weer een schelp zijn, want ja, we zitten natuurlijk aan een kustplaats. Dus ik denk dat het gewoon een schelp is. Nou, wat denken jullie? Laat maar even wat weten in de reacties. Nou, nu zijn we dus gewoon een beetje aan het kijken. Er komt een bootje voorbij. Dus een beetje de boulevard wat je daar in de verte ziet. Bij de rest van de strek dan. Nou, we staan nu dus in de drol, schellen, dikke dame, whatever. Het loopt toch best hoog. Ja, maar. Dus, ja. Hallo. Joe. En ja, het klinkt ook best wel hol, hol, hol. Ik had niet gedacht dat ze zo groot zou zijn eigenlijk. Hè? En het is van staal. Dus, ja. Grappig. Ja. Nou, zoals je ziet lopen we weer terug en dan zie je de hele strek dan. Zie je. Helemaal verlicht tot aan de boulevard. Ondertussen is de lucht ook al weg, helaas. Maar morgen komen we met zonsondergang, hoop ik. Toch? Ja. We gaan even kijken hoe laat de zonsondergang is. Ja. Niet te laat zijn. Wat? Dus, nou ja, dat is. Goedemorgen dames en heren, het is alweer de volgende dag. We staan hier lekker in de zon, we zijn net met de boot geweest en even kijken hoe het met de auto is, of alles nog heel is. En nou ja, we gaan zo met de boot weer terug, dan zal ik wel even een stukje laten zien hoe de reis is. En wat je te zien krijgt eigenlijk weinig, maar goed, jullie zien het zo wel. Dit was dus de boottocht.
de boot zie je dus op de achtergrond. Zeg dat nou wat. Dus, daar ben jij. Ja, hallo. En, een leuk reisje. Kort maar krachtig. En nu gaan we het centrum in. En nu gaan we even de visstraat in. Dat gaan we doen. Wat je trouwens hier ook in de haven hebt, dan kan je gelijk zien, er zijn drie hulpdiensten klaar met de boten. Dus één is van de politie. Direct daarachteraan ligt een boot van de douane. En direct daarachteraan ligt de boot van de reddingsdienst. Dus ze kunnen in principe alle drie tegelijk weg. Zo, we zijn nu bij een kerkje aangekomen. Kerkje. Kerkje. En eigenlijk mag ik officieel binnen niet filmen of fotograferen. Maar ik ga toch eens proberen om dat te doen. Want we zijn hier gistermiddag even geweest. Hè? Dat was best mooi. Nou, dames en heren, jullie zien het. Ik ben de vlog van Oostende aan het editen. Dus het is nog best wel een karweitje om te knippen, te plakken en een leuk muziekje eronder te doen en zo. Dus goed. Deze komt, als het goed is, morgenmiddag. Dus vrijdag, de datum kijken, 14 september om 4 uur online, deze vlog. Dus vandaag eigenlijk. Ja. Maar goed, ik was dus ook vergeten om de vlog af te sluiten. Dus bij deze zeg ik heel erg bedankt voor het kijken. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer even op het kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie de volgende keer. Ciao!